Hallo iedereen, het is een tijdje geleden dat je een video van mij gezien hebt. Ik heb eigenlijk de maand juni niet geblogd. Het was zeer druk op het werk en ook in mijn persoonlijk leven, waardoor ik totaal geen fut en tijd had om te bloggen. Nu, ik wil dit vandaag terug opnemen, maar wel met een zomerprogramma. Als je er meer van wilt weten, kijk even op mijn blog om te zien wat mijn zomerprogramma is. En laten we eraan beginnen, want het is van 2 maanden en ik neem ook 2 filmpjes samen. Nu, ik heb niet zoveel favorieten deze maand, maar ik heb wel een heleboel opgemaakte producten en die zitten allemaal in deze zak. Dus ik stel voor dat ik met de favorieten begin, want het zijn eigenlijk maar 2 favorieten die ik heb deze maand, maar ik heb ze dan ook consequent gebruikt. Ik gebruik deze producten nu een goede 4 weken, want ik ben geselecteerd geweest door Trint om deze producten te gaan uitproberen. Het zijn 2 producten die een deel vormen van een collectie. De collectie is de Vino Perfect van Caudalie. En die moet ervoor zorgen dat je huid er egaler uitziet en dat je minder kleurplekken hebt op je gezicht. Daarom heb ik ook geen make-up aan vandaag, zodat je het goed kunt zien. Dus ik denk dat je wel kunt zien dat mijn huid redelijk egaal toont en toch wel fris en jeugdig. Dus de producten die ik daarvoor gebruikt heb zijn deze. Dit is de Caudalie Vino Perfect Essence Concentré Éclat. Dus dat is deze. Je ziet, ik gebruik deze nog maar een maand, maar ik heb toch al een goede derde van de fles opgemaakt. Ik gebruik die heel graag. Ik gebruik die 2 keer op een dag, zowel 's ochtends als 's avonds, om een extra sterk effect te krijgen van deze 2 producten. Het tweede product is het serum van dezelfde collectie. Dus deze, Caudalie Vino Perfect Serum Éclat Anti-Tache. Dus dat is dit. En ook hiervan zie je dat ik toch al redelijk wat gebruikt heb, want het zit tot hier nog vol. Ik gebruik deze producten heel graag en ik heb toch wel het gevoel dat deze een positief effect hebben op mijn huid. Nu, moest je zelf deze producten willen uitproberen, ik geef een kortingsbon dat, als ik me niet vergis, als je een serum koopt, dat je een ander product uit de collectie, niet nog een serum, gratis krijgt. En daarvoor heb je een kortingscode nodig. Ik kan die kortingscode delen, maar ik heb ook een artikel op mijn blog al staan waarin ik het project voorstel en daar staat die kortingscode ook in. Dus laat me eventjes een seintje hieronder als je de 2 producten zou willen uitproberen en de kortingscode wil. Of kijk even op mijn blog naar het laatste artikel die ik voor Caudalie geschreven heb en daar staat de code ook in. Dan ga ik verder met mijn opgemaakte producten. En ik stel voor dat ik met enkele bad/douche producten begin. En dan het eerste product die ik uit de doos haal is dit flesje. Dit is een staaltje die ik ooit gekregen heb, ik denk in een duty box. En dit is van Velera. En dit is de Lavender Relaxing Bath Milk. Het is niet mijn favoriete product. Ik heb liever een badschuim of een bruisbal of zo. Dit is zo echt zo'n melk. En ja, dat is minder mijn product. En dan ook nog iets met lavendelgeur. Ik ben niet echt dol op lavendel. Dus ik ga die zelf niet meer opnieuw kopen. Maar het hangt natuurlijk af van je voorkeuren of dat het een product is voor jou of niet. Dan heb ik ook een bubble bath opgemaakt. De Field of Dreams van Bomb Cosmetics. Ik kocht deze pot op een van de laatste esthetica beurzen. Er was toen een webshop die uitverkoop deed. Kon ik die potten kopen voor slechts €1. Dus ik kon dat natuurlijk niet laten liggen. En ik heb daar weer eens een potje van opgemaakt. Dit is de Field of Dreams bubble bath. Douchegel opgemaakt. En dit is de welbekende douchegel van Lush. Dit is, ik denk, een van de topproducten van Lush en dit is de Snow Fairy Limited Edition Shower Gel. Ik had die zelf in mijn rijsttoiletzak zitten, waardoor ik die niet vaak gebruikte, behalve dat ik bijvoorbeeld voor mijn werk naar het buitenland moest. En daardoor heb ik er heel lang mee kunnen doen, maar nu is ze jammer genoeg toch op en moet ze weg. Een badbom opgemaakt. Dit is er eentje van Treat. Hiervan gaat geen review online verschijnen. Ik heb die nu al gebruikt. En wat ik een beetje vervelend vind aan de Treats badbombs is dat je heel weinig informatie over kunt vinden online. Dus ik geef graag redelijk volledige reviews. Dus niet alleen mijn mening, maar ook wat ik erover kan vinden online. En ik kan er niet veel over vinden. Dus daarom heb ik beslist om die gewoon op te maken. En dit is de Treats badball in de geur Candy Twist. Ik heb er echter nog een heleboel liggen in mijn kast van Treats. Dus ik zal af en toe wel eens een van die badbombs reviewen. Maar ik denk niet dat ik ze allemaal zal gaan reviewen. Waarvan Candy Twist de eerste is die ik niet review.
Dan heb ik hier ook drie potten. Nee, ik heb die drie potten niet deze keer opgemaakt. Ik gebruik deze potten eigenlijk om telkens opnieuw te vullen. Ik doe hier eigenlijk staaltjes of sachets in die ik heb. En dan maak ik dat zo op, want ik vind niets vervelender met die sachets te staan prutsen in de douche. Dus die doe ik hierin. En ik heb hier een Pantene masker, een Pantene shampoo en een Pantene conditioner in gedaan en opgemaakt deze maand. Ik heb redelijk wat gaarproducten opgemaakt, heb ik de indruk. Ik heb ook een shampoo en conditioner opgemaakt van Balea. Dit is de shampoo van hun schoonheidsgeheimnissen shampoo met havermelk. Dus de schoonheidsgeheim shampoo van in de geuren havermelk. En de bijhorende conditioner. Deze twee. Ik maakte nog een shampoo op. Ik maakte deze op van Yves Rocher. Dit is de shampoo uit de Nutrition lijn. En dit is geschikt voor droog haar. Nu, ik heb zelf geen droog haar. Maar af en toe heb ik wel last als het heel warm is dat mijn haar zo pluizig droog aanvoelt. En dan gebruik ik deze. Dus die is nu ook op. Dan heb ik hier nog een haarproduct in zitten die ik van eerste keer ook zal tonen. Dit is een droog shampoo. Dit is de Colab Draag Shampoo Fruity. Ik kocht die zelf in het kruidvat. Mijn droog shampoo was op en toen heb ik vier flessen van de Colab, vier verschillende gebruikt, gekocht. Dit is de eerste en die is nu op en ik ga jullie binnenkort wat meer vertellen over de tweede droog shampoo die ik aan het gebruiken ben. Hiervan staat trouwens een review online als je daar meer informatie van wil. Dan heb ik ook een deo opgemaakt. Deze staat normaal in mijn slaapkamer. Ik heb op verschillende plaatsen wel deo staan. Ik heb er eentje in mijn badkamer staan. Ik heb er eentje in de slaapkamer staan. Ik heb er één in mijn handtas zitten. Omdat soms heb ik zoiets van, ik heb nu een deo nodig. En dan wil ik die ook onmiddellijk hebben. En dan ben ik soms een beetje te lui om nog naar de badkamer te lopen. Dus dat is deze. Die is op. Dit is de Dove Original in compressed formaat. Dan heb ik ook een tandpasta opgemaakt. Dit is de White Now tandpasta in de smaak, geur, glossy chic. Ik gebruik zelf eigenlijk geen andere tandpasta's. Dit is mijn favoriet en ik ben nogal trouw aan mijn tandpasta's. Dus bij mij zou je normaal alleen maar deze zien passeren. Dan heb ik in een oude zak een lippenbalsem teruggevonden van de Hema. Nu, die zit er ondertussen zo uit. Het is zeer moeilijk om nog te gaan gebruiken. Ik heb ook trouwens heel veel lipproducten, dus ik heb gewoon beslist om deze weg te doen. Dus dit is de lippenbalsem Soft Matte Lipbalm van de Hema in de kleur 06. Ik heb ook een staaltje van de Pore Professional van Benefit opgemaakt, de Matte Rescue versie. Ik zie nog een badproduct zitten. Dit is er nog eentje van Treats. Dit is de I Heart You Bath Fizzer van Treats. En dan heb ik nog twee producten. Ik heb een tandenborstel opgemaakt. Ik heb een elektrische tandenborstel. Ja, dit ziet er niet meer uit, dus dit mag weg. En ik heb ook dit nagellakje erin gegooid van Essie. Omdat die eigenlijk helemaal klodderig geworden is. Dus daar ben ik niet veel meer mee. Dan gooi ik die liever weg. En dit was de kleur Butler Please van Essie. Dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Daag!